Het Wilhelmina-kanaal wordt over een lengte van 5 kilometer breder en dieper gemaakt. Naast de verbreding en de verdieping van het kanaal worden de huidige sluizen 2 en 3 vervangen door nieuwe sluizen. Omdat veel mensen het werk met belangstelling volgen, is er een speciaal uitkijkpunt gemaakt. Vanaf dat punt zijn de werkzaamheden aan het Wilhelmina-kanaal goed te volgen. Er zijn daarnaast borden geplaatst met informatie over de werkzaamheden. Het 6 meter hoge uitkijkpunt kun je vinden aan de Dongense Kanaaldijk. Het is bereikbaar via een stalen trap. In 2016 moet het Wilhelmina-kanaal klaar zijn voor de zogenoemde klasse 4 schepen.